Maar ja, hij is pannenkoek aan het bakken. Op deze manier. Van boven. Zo meteen zullen we je het resultaat laten zien. Dit is Marianne. We doen het Australisch. Waardeloze televisie. En dat is niet de slaapkamer. Nee, dat is... De woonkamer. En dit is de slaapkamer. Slaapkamer, niet opgeruimd. Oh, nee, nee, nee. We zijn bezig om alles weer... We hebben een goede smoes, we zijn bezig met de koffers. Hoe staat het met de pannenkoeken, Marianne? Ik heb een bruin. Ik heb oh, je hebt een bruin. Oh. Ja. Bovenop gaat niet, want het pannetje is veel te dun. Ja, en we hebben geen spatel om de pannenkoek om te keren. Dus wat doen we? We halen de pannenkoek eruit. We halen pannenkoek. Gewoon. Gaat het nog wat worden? Eruit? Nee. Nee. Maakt niet uit. Maakt niet uit. We gooien hem gewoon af en we maken de pan weer schoon. Het is een pannenkoekenbrei. Maar het smaakt wel. Geweldig. Echt, het smaakt heel lekker. Met deze suiker. Waar smaakt het goed mee? Ja, het komt door de suiker dat het goed smaakt. Vanmiddag hebben we al... Dit was onze eerste pannenkoek. Ja, die ging dus echt fout. Die verbrandde als de hel. Oké. Dit is het resultaat. Dit is het resultaat. Dit is pannenkoek. Daar gaat veel suiker op in. En dan is het eten. Veel suiker, maar trouwens gewoon een soepje. Is het zo ongeveer? Ja. Nou, meer suiker dan... No loss of suction, wat zeggen ze nou? Ja, dat is een fout. Oké. Lulkenin maar. Beetje makkelijk. Okay. Nou, laat eens zien hoe dit smaakt. Nou, dit zien? Ja. Yeah. Ah, oké. Okay.